Hier is Wouter. Welkom in deze video. Ik wou het met jullie eens hebben over de film Siske de Rat. Ik weet niet of jullie die film kennen. Het is een film met Danny de Munk. Ik had hem pas gekregen met... Wanneer had ik hem? Ja, met de verjaardag van mijn oma had ik hem gekregen van mijn oma. Dus dat was wel leuk. Die film op DVD. Nou, ik dacht, ik ga thuis kijken. Ik dacht eigenlijk, het is een soort kinderfilm. Want ik heb wel eens gehoord van mensen dat je een beetje kan vergelijken met Pietje Bel. Dat die jongen een beetje een soort Pietje Bel is. Nou, dus ik ging die film kijken. Ik dacht... Leuke jeugdfilm, dus misschien wel leuke, van de jaren 80. Nou, dus ik zit de DVD te kijken en op een gegeven moment komen de woorden zoals godverdomme en hoer voorbij. Ik denk, oh wacht even, volgens mij is dit geen kinderfilm. En ja, was wel een leuke film hoor. Op een gegeven moment steekt hij zelf zijn eigen moeder dood en moet hij naar zo'n gevangenis toe. Nou, dat is niet echt een kinderfilm denk ik. Vooral met dat gescheld en die moord. Oh, het was niet echt moord, het was... Een soort ongeluk. En die moeder was echt een verschrikkelijke bitch. Dus ja, het was niet zo'n leuke moeder. Die vader van hem was een stuk leuker. Gespeeld door Peter Faber trouwens. En die moeder was door Wilke nog wat. Wilke, ik weet de achternaam even niet, maar dat kan je zo opzoeken. Op de Wikipedia pagina. Ja, trouwens ook in de jaren 50 had je ook nog zo'n film. Misschien ga ik die ook nog een keer kijken. En je hebt er boeken van. Dus ja, maar van boeken, ik ben niet echt iemand die boeken leest. Ik ben echt iemand die houdt van films, series... Meer van series dan van films trouwens. Nou ja. Maar goed, over die scheldwoorden. Tja, tegenwoordig zeggen kinderen waarschijnlijk nog erger scheldwoorden dan die dingen. Dus kinderen die kunnen echt wel tegen een beetje schelden. Want als je tegenwoordig kinderen hoort, dan hoor je wel wat woorden waarvan je denkt van... zo, hoe kom je aan die woorden? Nou ja, nou is een beetje schelden ook niet erg hoor. Tenminste, ik vind het niet erg, ik kan er wel tegen. Ik kan zeggen dat voor iemand anders wat kwetsender is of denkt van... liever niet. Dus ja. Goed. Maar ja, dat wou ik even over hebben. Over Siske de Rat. Leuke film. Kan je wel eens kijken. Is misschien niet de leukste film. Maar voor keertjes is die wel leuk. Ja. Ik weet niet of jullie die film kennen. Als moet je gewoon een keer een dvd'tje kopen. En dan kan je die film kijken. Nou. Dat was het. Ik bedank jullie voor het kijken in deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.